Mijn naam is Suze. In mijn dagelijks leven ben ik een gedragswetenschapper. Ik ben nu ruim een jaar afgestudeerd en ruim ook een jaar bezig met mijn eigen bedrijf. En wij proberen eigenlijk om problemen die zich in de maatschappij voordoen, proberen wij op te lossen met gedragsverandering. Nou, ik ben geboren met eczeem en ik heb atopisch constitutioneel eczeem. Dat betekent dat ik dat het genetisch is, dat ik het van mijn ouders heb gekregen dat ik het dus ook mijn hele leven zal hebben. En ik heb het al vanaf dat ik ben geboren en het is eigenlijk in die periode dat ik het heb, is het de ene keer wat erger geweest en de andere keer wat minder erg. Maar juist op de meest erge momenten is het zelfs zo ver gegaan dat ik er helemaal klaar mee was. Huilend in bed, ik wilde niet meer de deur uit. Ik schaamde me dood voor mijn huid. Geen t-shirts aan. Als het zomer was het helemaal verschrikkelijk. Want dan moest ik weer met blote armen en blote benen. En ja, wat doe je met al die plekken en wonden? Ik had zelf soms zo erg veel jeuk dat ik me het liefst mezelf uit het raam gooide en met glas mezelf de jeuk liet stoppen, zeg maar. Dus zo ver gaan die gedachten dat je op een gegeven moment echt denkt van, weet je, laat maar. Ik wil er niet mee leven. Ik kan er niet meer mee leven. Iedereen vindt me lelijk. Ik wil de deur niet uit. Dus het heeft echt een hele grote invloed op mijn leven gehad. En ik merk wel dat ik nu ik weet hoe ik er mee kan leren leven, hoe ik ermee kan leven. Dat ik heb geleerd wat het is en wat erachter zit. Dat ik zelfs weet hoe het heet, atopisch constitutioneel, wist ik ook niet. Dat het gevoel steeds minder is. Ik zit veel beter in mijn vel. Aankomende zomer wil ik wel gewoon rokjes en jurkjes aan. Ik durf weer over straat en ik ben tevreden met wie ik ben nu. En dat is wel een hele grote verandering. Dat is wel heel anders geweest. Het begon eigenlijk op mijn, ik denk rond mijn 16e dat ik echt naar de dermatoloog stapte om advies te krijgen over mijn eczeem. En toen kreeg ik die hormoonzalf waarmee ik toen ben gaan smeren. Het is eigenlijk heel erg lang goed gegaan. Ik heb daar niet echt een soort van les in gekregen hoe ik dat moest gebruiken. Ik ben het gewoon gaan smeren. En dat liep eigenlijk best wel uit de hand, want ik werd verslaafd aan die hormoonzalf. Vervolgens ben ik rond mijn 22e of 21e ben ik een beetje het alternatieve pad ingegaan. Want ik had dermate last dat er moest gewoon echt iets gebeuren. Het ging zo niet meer. Dat hielp niet. Toen ben ik weer naar de huisarts gestapt. Die kon niks voor mij betekenen. Maar met andere woorden, die zei, leer er maar mee leven. Je hebt het chronisch, dus ja, hier moet je maar mee gaan leven. En toen ze dat zei, toen werd ik heel erg verdrietig, want dan voel je je dus niet serieus genomen, terwijl ik er echt niet meer mee kon leven. Dus dat heeft me best wel, dat deed best wel pijn, want ik wilde er niet mee leren leven. Ik wilde dat het ophoudt. En zij heeft toen niks voor me gedaan, dus dat vond ik heel erg. Toen ben ik uiteindelijk, nu ruim een jaar geleden, bijna huilend bij een andere huisarts weer gekomen. En die heeft gezegd, ik stuur je door naar een dermatoloog. Daar aangekomen heeft zij mij weer allemaal therapieën gegeven. En weer een heel traject ben ik daarin gegaan. Ja, ik ben uiteindelijk bij dermatologie op het Radboud UMC terechtgekomen. En daar werd heel erg goed naar mij geluisterd. En dat kwam met name omdat zij echt vaak anderhalf uur voor mij hadden om alles te bespreken wat ik maar wilde. Dus ik merkte dat het aspect tijd heel erg belangrijk is bij het luisteren. En daarvoor heb ik allerlei behandelingen en trajecten afgelopen waar juist dat tijdsbesef of dat tijdsaspect eigenlijk veel minder was. Dus ik kwam bij de huisarts, had één consult. En ze had gewoon geen tijd. Dat liet ze ook merken. En dat kan verbaal door te zeggen van, goh, we moeten gauw door. Maar ook non-verbaal. Dus op de klok kijken, niet echt aandacht geven. En datzelfde merkte ik ook bij een andere dermatoloog. Dat ik, ze liet gewoon in alles zien dat ze geen tijd voor me had. Luisteren is belangrijk omdat je, wanneer naar je wordt geluisterd, je het gevoel krijgt dat je serieus wordt genomen.
Dus als een arts de tijd voor je neemt, vragen stelt, dan weet je van oké, hij gelooft mij. En wat je ook hebt, je zit gewoon met een probleem en je wil dat dat serieus genomen wordt. En als iemand niet naar je luistert, dan heb je het gevoel dat je daar een beetje zo zit van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Dat is ook, dat draagt ook weer bij aan de zekerheid over jezelf. Dus je wordt heel erg onzeker als er niet naar je geluisterd wordt. Een ander aspect wat naar voren kan bij het luisteren bij dermatologie bij de Radboud UMC, is dat ze een heel eigenlijk een soort mapje hadden waarbij ik dan elke week mijn vragen kon opstellen. En dat gingen ze ook elke keer gingen ze dat helemaal na. Dus ze gingen alles wat ik maar had bedacht of waar ik vragen over had, die kon ik stellen. En daar gaven ze ook de ruimte voor. En aan het eind vroegen ze ook altijd van, goh, heb je verder nog vragen? Zijn er verder nog dingen? Dus ze hebben echt alles waar ik maar vragen over kon stellen, dat werd daar eigenlijk getackled. Dus daar had ik echt het gevoel dat ze naar me aan luisteren waren. Ik denk als je kijkt naar de rol tussen een patiënt en een arts of een verpleegkundige, dat een arts er eigenlijk alles aan moet doen om diegene te helpen. De patiënt te helpen eigenlijk. Want de patiënt komt daar met een vraag, een zorgvraag, en een arts is een zorgverlener. Dus daarin moeten ze elkaar echt ondersteunen. En dat kan ook, tuurlijk moet de patiënt ook iets inbrengen, want als een patiënt alleen maar... Ja, als hij geen input geeft, dan kan een arts daar ook niets mee. Ja, voor de arts in de toekomst zou ik mee willen geven dat elke patiënt een verhaal heeft. Dus elk patiënt heeft dingen meegemaakt en elk patiënt heeft een ziekte of heeft een aandoening. En stel je voor dat jij die patiënt bent, dan wil je ook dat iemand naar je luistert. Dus besef dat ieder persoon weer een nieuwe persoon is. En neem daar de tijd voor om naar dat verhaal te luisteren wat erachter zit.